Park bij. Daar pinde de jongen onder bedreiging zijn laatste geld, €120. Daarna liet het hem gaan. Wat ik heb begrepen is dat hij echt behoorlijk bang is, omdat hij eigenlijk niet meer het water durft en dat ze natuurlijk gewoon spuwt. De volgende dag ging de vader van de jongen verhaal halen bij de vermeende daders. Dat liep uit op een massale vechtpartij bij het winkelcentrum. Eén persoon liep in bindend letsel op en moest naar het ziekenhuis. De daders zouden hoofdzakelijk van Marokkaanse afkomst zijn. Zo perste de jongen hierdoor bij een luchtstation ook al geld af. Ik weet dat de Nederlander is, dat maakt nog wel een kijkje van de verwerking. Hier kan dat niet weer. Het is meestal altijd weer. Dan heb ik veel vaak weer. Dus ja, het zijn wel van gestopt. En wij zien natuurlijk zo ook steeds voor onderhandelen. Ik heb niet meer last, het is altijd leuk hier mensen. Maar ja, het is s'avonds gebeurd en als ze weer gesloten zijn, ja, dat weet ik niet. De politie is camerabeelden van het incident aan het bekijken, maar heeft nog niemand aangehouden. Dat zouden wij ook graag willen, maar we hebben ervoor bewust voor gekozen om in dit geval vooral met nog schuldig te werk te gaan. Want we willen absoluut voorkomen dat de daders straks vooruit gaan. Het is overigens niet het eerste incident in Leidse Rijn. In 2010 werd het homostel Hans en Ton weggepest. Na talloze intimidaties en vernielingen gooiden ze de handdoek in de ring en verhuisden ze naar Nieuwegein. Ook het Marokkaanse gezin Moutalla moest het ontgelden. De gemeente bleek niet in staat de veiligheid van de familie te waarborgen. En daarom moesten ze noodgedwongen verhuizen. Een sprankje hoop voor ouders van kinderen met neuroblastoom. Het zeer ernstige vorm van kinderkanker. Het is wetenschappers van het AHC wel gelukt de oorzaak van de ziekte te ontdekken. Niet nu, als de oorzaak ook in het wetenschap gezocht worden naar een passend medicijn. En hoewel dat waarschijnlijk op de huid gaat duren, hopen de ouders van de 3-jarige baby en zijn missen dat het medicijn voor hen nog op tijd komt. In oktober werd bekend dat Jede neuroblastoom heeft. Hij ondergaat momenteel de ene na de andere chemokuur. Zijn ouders hebben een stichting opgericht om geld in te zamelen voor een behandeling in Amerika. Hier in deze huiskamer worden bijvoorbeeld door vrienden koekjes gebakken om te verkopen. Nancy hoopt dat de doorbraak voor haar zoontje niet te laat is gekomen. Voor dat jongen in leven blijft en het goed behandeld wordt, dan hopen we maar dat ook dit resultaat voor hem uiteindelijk waar kan zijn dat ook hij een overlever wordt van deze nare ziekte. Twee jaar lang werkten de onderzoekers van het AMC op de doorbraak. Ze onderzochten 87 neuroblastoomtumoren en slaagden erin de hele DNA-volgorde ervan vast te stellen. Het is voor het eerst dat er zo'n grote DNA-serie is gemaakt van een bepaalde tumor. Dus enorm veel data, 40 kilometer telefoon, dus is dat het allemaal wat eisen. En we hebben dat afgelopen jaar al die informatie in computers uitgepluisterd. We zijn nu achtergekomen dat er een aantal genen kapot zijn in de tumoren, de meest agressieve tumoren kunnen gaan afleiden. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door donaties aan Villa Joep. Leontien Stijn en haar man richtten de stichting op nadat hun zoontje Joep op 4-jarige leeftijd overleed aan de ziekte. De mijlpaal die het AMC nu heeft bereikt, doet heel goed. Ik ben heel blij, dat is het wel voor gedaan. Dat is waarom we hier meer licht hebben, omdat niet noodzaak en dus uiteindelijk voor de gemeente nodig gaat. Dus ik ben ontzettend blij met deze eerste stap. Ja. Voor zo'n 600 neuroblastoomonderzoekers over de hele wereld is de databank nu beschikbaar. Daarmee gaan ze op zoek naar een geschikte behandeling voor de kanker. Het duurt nog wel even voordat er een medicijn gevonden is. We hebben achter je, weet ik precies hoe lang het is. We hebben een tijdje die als Jordokus niet zo'n zachtaardige kater was, was het eekhoorntje waarschijnlijk al lang niet meer geweest. Gelukkig kan hij nu hier in Zundert op kras te komen. Hij zit hier in de koelbeurten. We zoeken waar hij zich gestopt heeft. Dat is het 4 weken oude knaagdiertje ziet en hoort.
maar zijn instinct werkt prima. Ja, dat is een leuke zoeken. Op een gegeven moment gaat het allemaal vanzelf en dan pak je het buiten zelf vast. Nog maar een dag geleden maakte het diertje een paar angstige momenten mee. Een valpartij uit zijn warme nest en klem in de weg van kater Jolokus. Gelukkig zat Pieter een leuk speeltje in de plaats van de Chardonnay heet het meisje. En zit het er heel? En dan zit het er heel, ja. En want jullie hebben altijd heel veel bezoekers in hebben. Ja, dat klopt. Ieder jaar ongeveer van 240 tot 250.000 vrouwen die deze kant op komen. En een aantal mannen. En een aantal mannen, zoals ik. Zoals jij, ik vind het ook gezellig. En als je nou hebt over bijzondere dingen? Ja, we hebben een enorme scala aan exposanten op het gebied van mode, vrije tijd, wonen. We hebben ontzettend leuke artiesten die optreden de hele dag door. Dus we hebben gewoon één groot feest hier. Ja, en onze SBS-tent is natuurlijk ook, daar gaan we straks nog even kijken. En ik ga voornamelijk voor een rondje beurs en natuurlijk ook een rondje weer. We beginnen bij vannacht. Veel bewolking, toch ook nog wel een paar opklaringen. En de temperaturen, ze zijn hoog hoor, komen te liggen zo tussen de 8 en de 10 graden. En dat is zo'n 8 à 10 graden te warm voor deze tijd van het jaar. Verder een matige tot vrij krachtige wind, die komt uit west tot zuidwest. En die kan langs de kustwater krachtig worden. En dan morgen. We beginnen denk ik nog wel met een beetje zon her en der. Maar geleidelijk aan toch meer en meer bewolking. En dan later in de middag in het oosten, in het midden en in het noorden regen of lichte regen. En die regen bereikt tegen de avond of in de avond ook het zuiden. En de temperaturen morgen 9 tot 12 graden. En dan lijkt het wat temperatuur betreft wel voorjaar. In de avond nog altijd regen of lichte regen. In de nacht komen de droge perioden. En de wind uit het westen tot zuidwesten langs de kust toch wel krachtig windkracht 5 of 6. Nou, we gaan ook naar het weekend. Zaterdag wordt een leuke dag, mensen. We kunnen best wel even buiten. De zon is erbij, er is bewolking, het blijft droog. En de temperaturen op zaterdag zo tussen de 8 en de 10 graden. Verder een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Ja, en die maakt het voor het gevoel nog een beetje koud, maar voor de rest toch nog altijd de hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Dan komt de nacht van zaterdag op zondag. Rustig weer, helder weer, 0 tot plus 2, betekent op veel plaatsen vorst aan de grond. En zondagochtend vroeg, auto uit de kraan. We gaan vooruit kijken, zondag wordt een hele leuke dag. Met zon erbij, de bewolking en temperatuur zo op 8 of 9 graden. En het blijft helemaal droog. Op maandag en dinsdag wel meer bewolking, ik denk op maandag wel wat regen. Op dinsdag meestal een heel droge dag. En deze dagen van altijd die hoge temperaturen rond 9 of 10 graden. En die 10 graden dan vooral op dinsdag. En morgen, het is nog altijd winter, dus we gaan kijken naar het winterweer voor morgen. Allereerst, we hebben naar het fietsweer schoort een klein beetje te maken met de regen die vooral later in de ochtend. Ah, vader, jonge vader, die is gek. Ik ben allemaal niet meer lekker, vader, is nog
Ja, en dus een 4 gescoord. Hier liggen de scores over. Het is hier lekker, het is hier warm. We zijn op de SBS-tent. Die is hier nog. Het hele huishoudbeurs. En wat ons betreft natuurlijk nog een huishoudbeurs. Groet aan iedereen thuis. Hier vanuit de Rijn Amsterdam. Jullie mogen het vanavond zeggen. En tot morgen. Vanavond is het zwaar bekritiseerde programma van de productiemaatschappij iWorks van Ruine Oren was vervroegd uitgezonden. Om bij te dragen aan de discussie, zo luidt het argument. Joop van den Ende is 70 jaar geworden. Shownieuws was exclusief aanwezig op de voor hem georganiseerde surprise party. De Belgische sluierkoningin Nancy is voor de release van haar nieuwe cd in ons land. Reetje Hazes was erbij en was ook een mystery guest. Welkom, RTL heeft besloten het programma 24 uur tussen leven en dood vervoer.